Hey, topper, high potential woman. Super dat je weer kijkt of luistert. En ik wil je vandaag graag meenemen in hoe krijg je nu beter voor elkaar wat je wil in je leven en in je business. Nou, een van de dingen die daarbij heel erg belangrijk is, als ik kijk naar mijn eigen reis, en mijn ondernemersreis, uh, ben al sinds 2007 ondernemer. Uh, heb al heel veel dingen gedaan. En wat maakt nu dat je als ondernemer heel goed dingen kan realiseren? Natuurlijk zijn er meerdere redenen voor, maar vandaag wil ik je meenemen in het daadwerkelijk durven doen: durven om stappen te zetten, durven om actie te nemen, durven om daadwerkelijk voor iets te gaan. Ook al weet je nog niet 100% zeker. Of dat dat ook daadwerkelijk voor je werkt. Want in mijn jaren als ondernemer kan ik inmiddels zeggen dat het voor mij in ieder geval heel goed heeft gewerkt. om als ik een idee had en ik had daar een heel goed gevoel bij, om dan te gaan doen. Uh, om het ook daadwerkelijk aan te gaan. Ook al wist ik nog niet 100% zeker. Of dat het wel bij mij paste, ook al wist ik nog niet 100% zeker of dat, dat wel de juiste weg zou zijn. Ook al wist ik nog niet 100% zeker of dat het echt een succes zou worden. En nu zul je misschien denken, ja, maar dan ga je misschien gigantisch op je bek, of dan, uh, fa dan faal je, uh, of dan uh, ja, mislukt het. Ja, en wat is dan het ergste wat er kan gebeuren? Ja, dat anderen denken van ah, zie je wel. Of dat je een faal vale gevoel krijgt. Of dat je schuldig voelt. Of dat je uh, um, voelt dat je voelt ja, dat je iemand teleurstelt of jezelf teleurstelt. En daar zit natuurlijk een angst onder. Een angst om het niet goed genoeg te doen. En een van de grootste angsten die wij als mens hebben, is de angst om het niet goed genoeg te doen. Nu zal ik je zeggen dat de keren dat ik heel veel heb geprobeerd. Nou, laat ik het zoveel worden. Ik heb heel veel geprobeerd in mijn ondernemerschap. En heel veel dingen zijn niet gelukt. Maar de dingen die uiteindelijk wel gelukt zijn, waren mega succesvol. Natuurlijk ook omdat ik mijn hart heb gevolgd. Natuurlijk ook omdat ik er van binnen blij van werd. Maar soms wist ik het nog niet helemaal zeker. En dan is voor mij, op het moment dat ik een idee heb, en ik denk dat dat de juiste keuze is op dat moment, de snelste weg om het te ondervinden, om te ontdekken of het daadwerkelijk klopt, is om daadwerkelijk ook die stappen te zetten. En het te gaan ondervinden wat de uitkomst dan daarvan is. Dus het durven doen, het, het aangaan, daadwerkelijk de stap zetten, met in je achterhoofd, nou weet je, ik ga het gewoon doen, fuck it, ik zie wel. Als je daarna je verwachtingen loslaat en weet dat je je best hebt gedaan, weet dat je je hart hebt gevolgd en open staat voor elk antwoord, elke uitkomst die er maar is, positief of negatief, dan sta je er. Um, in zonder verwachtingen. En dat is de beste manier om verwonderd te worden in het leven. Om de wonderen te laten ontstaan die voor, jou, ja, die voor jou zijn bestemd. Ik geloof dat alles in het leven namelijk een reden heeft. En dan ontstaan de mooiste dingen. Dan kunnen de mooiste dingen ontstaan. En natuurlijk ga je dan een keer op je bek. Natuurlijk lukt er eens een keer iets niet. Natuurlijk faal je een keer. Wat ik heel erg heb geleerd is om dat te omarmen. Dat dat er mag zijn. Dat je fouten mag maken. Dat je mag falen. Dat je je, ja, dat je, dat je, je angst uh, uitkomt. Hè? Dat je het niet goed genoeg hebt gedaan. Op het moment dat dat er mag zijn, je gaat dat omarmen. Dan pas kun je voor jezelf ook de toestemming geven om het te mogen proberen. En het mooiste van alles is de momenten dat er dingen niet lukken. Dat dat de meest rijke, waardevolle lessen in je business en in je leven zijn, die je maar kan krijgen. En als er iets niet is gelukt, dan komt er daarna een oplossing die er anders niet was geweest als je het niet had gedaan. En die oplossing kan zomaar zoiets ontzettend, zo ontzettend moois in je leven brengen, dat je dat niet had gehad als je die fout niet had gemaakt. En dat is wat ik elke keer keer op keer heb gehad. Dat de ergste pijnen die ik eigenlijk heb gehad in mijn ondernemerschap, dat die voor de mooiste cadeautjes hebben gezorgd die daarna kwamen. Ik noem het ook wel eens, de cadeautjes in de stront. <laughs> um, dat is echt zo. Er zijn fantastische mooie dingen ontstaan, juist omdat er iets misging. En als je dat durft aan te gaan, als je jezelf toestemming geeft om te mogen proberen, om fouten te mogen maken, om dan te weten, als dat gebeurt, dan ontstaat er vast weer iets anders moois in mijn leven... Ja, als je het mij vraagt. als iets rijkdom betekent. als iets vrijheid betekent. dan is het dat wel. Dan is het datgene dat je jezelf toestemming geeft. om volledig te mogen gaan. en te mogen zijn vanuit die energie op dat moment wat jij graag wil. Zonder angsten, zonder belemmeringen. En dat je erop vertrouwt dat het altijd weer goed komt. En beter wordt dan wat het ooit is geweest. En misschien denk je nu, ja, je hebt makkelijk praten. Uh, je hebt wel best wel veel bereikt. Um, ja, voor jou zal het wel veel makkelijker zijn dan voor mij. Nou, niks is minder waar. En als ik kijk naar mijn jeugd. Uh, ik heb een moeilijke jeugd gehad met mijn moeder, die psychisch instabiel was. Was heel zwaar. Ze heeft heel lang niet genoten van het leven. En na twintig jaar is het uiteindelijk gelukt. Ze leeft, ze bloeit, ze is enthousiast, ze, ze leeft, ze is aanwezig. En ze was eerst nooit aanwezig. Een moeder kon ze niet zijn, omdat ze in haar eigen innerlijke wereld in de knoop zat. Nu leeft ze. Ja, het is als kind heel zwaar geweest en nu zeg ik het met een lach. Maar ik ben daar dankbaar voor. Ik ben daar heel dankbaar voor. Want vanuit daar is mijn why ontstaan in het ondernemerschap. In anderen helpen de volle potentie naar boven te halen. Om alles uit het leven te halen wat erin zit. Het is als een paplepel ingegoten, maar dan onbewust, als kind. Ik ben daardoor heel krachtig geworden. Ik ben daardoor een doorzetter geworden. Ik ben daardoor. Ja, ik heb daar zoveel van geleerd. Maar dat zie je pas achteraf. En als ik nu kijk naar. De stappen die ik heb gezet in mijn ondernemerschap. Ik ben niet meer, ik ben niet minder dan jij. Ik ben ook begonnen met de studie. Ik wilde heel graag naar de Pabo. Ik wilde leraar worden. En ik zat op de Pabo en dat was het niet. Ik was doodongelukkig. Nou, zo ben ik in een andere studie gerold. En ik heb een baan aangenomen, weer een andere baan. En steeds was ik niet gelukkig. En toen kreeg ik een kans om ondernemer te worden. Franchise, onder de vlag van. Toen dacht ik, nou dat ga ik doen naast mijn baan, ik zie wel. En omdat ik geen verwachtingen had en dacht, ah weet je, dit lijkt me leuk. Al is het maar 50 euro in de maand extra, kan mij het schelen. Ik ben het gaan doen. Een half jaar later had ik Loondienst verlaten. Meer een half jaar later verdien ik een ton per jaar. What the fuck? Wat heb ik gewoon gerealiseerd? Echt totaal niet verwacht, maar wel geprobeerd. Ik ben wel in het diepe gesprongen en ik dacht: ik zie wel. En toen liep dat af, dat liep op zijn einde. We zaten vast aan subsidies, echt het hele systeem begon te knagen. Ik dacht: ik wil uit dat systeem. Ik wil niet afhankelijk zijn van subsidies van de overheid. En toen had ik uitgezonden: ik wil iets anders, ik wil iets nieuws, maar ik weet niet wat. En toen kwam de term VE. Toen dacht ik: Weet je, dit lijkt me te gek. Ik ga het doen en ik zie wel. Binnen anderhalf jaar was ik volledig zelfstandig, kostenwinnaar en verdiende weer bijna richting een ton. Met drie kleine kinderen en een partner die in de burn-out zat, had ik dit gemanifesteerd. Maar ik ben begonnen met: Ah, dat lijkt me leuk. Ik zie je wel. En zo is het stap voor stap steeds verder gegaan. Zo is het idee ontstaan om de Via Business Academy op te zetten naast het VA-schap. En toen dacht ik, ik zie wel. De keren dat het fout ging, waren de keren dat ik dacht, ik ga dit doen. Ik ga iets nieuws neerzetten en dat wordt fantastisch. Dat gaat lopen als een trein en dan wordt het mega. En dat zijn de keren geweest dat het niet is geslaagd. Dat heeft me heel veel tijd gekost. Dat heeft me echt ontzettend veel geld gekost. En daar ben ik echt persoonlijk heb ik daar echt een flinke klap van gehad. Maar nu kijk ik terug en denk ik: Dank je wel, dank je wel voor deze les. Dat ik dit mocht inzien, dat ik niet mijn hart was, dat ik niet mijn hart aan het volgen was. Dat dit niet was wat ik werkelijk diep van binnen wilde. Dat was één les. De tweede les is verwachtingen loslaten. Vertrouwen dat datgene wat voor jou is voorbestemd op je pad komt. En nu had ik heel veel nieuwe ideeën weer met mijn bedrijf en ik dacht, oh, sommige duren zo lang voordat ik het heb staan. En toen dacht ik. Ik ga het gewoon doen. Ik maak het simpeler. Ik maak het eenvoudiger. Ik maak de stappen kleiner. En ik ga het gewoon doen en ik zie wel. En ik volg mijn energie. Ik volg mijn enthousiasme. Dat wil ik niet verliezen. En natuurlijk moet je rationeel ook nadenken. Natuurlijk is business doen ook um, je brein gebruiken. Echt wel reëel denken. Maar als je die combinatie maakt, eerst vanuit je hart en dan vanuit je verstand. Dat het wel ergens in goede banen wordt geleid. Maar vooral die energie voelen. Ja, gaan doen. En dat is wat ik je wil meegeven. Is dat heeft mij zo ontzettend veel gebracht. Fuck it, let's do it. Ik zie wel. Ik kan me niet schelen wat ieder van vindt. Ik weet niet wat dat betekent. Als je wilt, kan ik op internet zoeken naar. Nou. Ik zie wel. Nou, Siri, dankjewel. Onverwachte cadeautjes. Nou. Ja. Fuck it, let's do it, weet je. Uh, en natuurlijk kun je denken, het is niet perfect. Natuurlijk kan ik nu denken, oh, Siri komt er tussendoor. Ik knip dit eruit. En het duurt weer langer voordat deze opname live is. No way, ik ga het gewoon doen, op mijn manier. Want dat is goed genoeg. En daarmee wil ik je inspireren om, zeker onder de perfectionisten onder ons, word gedegen perfectionistisch. Goed is goed genoeg en door. Omarm dat er ook dingen in je leven fout mogen gaan en dat daar hele mooie cadeautjes tussen zitten. En ga het doen, ga het ondervinden. Want dan bereik je veel sneller de mooiste dingen in je leven. Dan laat je de beste dingen ontstaan. In plaats van dat het allemaal langer duurt omdat het perfect moet zijn. Of omdat je zeker moet zijn dat dit de juiste stap is. Als jij je hart volgt en die kriebel voelt, dit wil ik, ga ervoor. Je hebt niks te verliezen in dit leven. Je hebt alleen maar te winnen. Ik hoop je hiermee geïnspireerd te hebben. Om meer lef te tonen, meer doorzettingsvermogen te creëren, meer moed te tonen, die ontdekkingsreis aan te gaan. Bedankt voor het luisteren of het kijken. En wil je meer van mij weten? Volg mij gerust op een van mijn social media-kanalen. LinkedIn, Instagram, Facebook, YouTube, Danielle Leuvering. En wil je regelmatig een mail van mij ontvangen met de nieuwste informatie die ik voor je heb? Dan meld je gerust aan bij de nieuwsbrief op de website. Hey, hele mooie dag, vol met actie! Tot de volgende keer!